Ben je bij het Safety Center in Boxmeer? Want 4G verandert niet alleen iets voor jou en voor mij, maar ook bijvoorbeeld voor de hulpdiensten. Bijvoorbeeld voor de brandweer. En Oscar kan me er alles over vertellen. Hoi. Oscar, 4G, wat gaan jullie daarmee doen? Onze beelden die wij normaal gesproken met een helmcamera en een camera op het voertuig opnemen, gaan we live streamen, zodat we overal ter wereld alarmcentrale, officier van dienst, leidinggevende live mee kunnen kijken met hetgeen er op het incidentterrein gebeurt. Want dit heet een Zapcam, wat jij daar op je helm hebt zitten. En er zit zo'n eentje zit ook bovenop de... Bovenop het dak zit er eentje, die kan op afstand bestuurd worden en die neemt de omgeving op. En met deze helmcamera's kunnen ze meekijken binnen in het pand tijdens de actuele brandbestrijding. Dus super veilig voor de brandweerman. Zeker veilig. En super veilig voor de burger. Ook dat, ja. En spectaculair. Ja, het is spectaculair. Mag ik dat ook eens proberen? Wil je dan? Ja. Durf je dan? Oh, dat durf ik wel. Kom, denk ik. Pak aantrekken. Dankjewel. Binnen brandweer Nijmegen werk ik nu zo'n 15 jaar in de 24-uursdienst. Een aantal innovaties op mijn naam staan. Waaronder dus het gebruik van de helmcamera binnen brandweer Nederland. Het streamen is er nou bijgekomen. Ja, en als dat via het 4G-netwerk kan, supersnel, ja, dan staan wij vooraan om daarin mee te doen. Nu heb ik hier een cameraatje waarmee mensen thuis alles kunnen zien. Ja, klopt. Die camera is zo ingesteld dat alles wat jij ziet, de camera ook ziet. En je kunt je voorstellen, over het snelle 4G-netwerk is over een aantal maanden mogelijk een warmtebeeldcamera, sensoren in je pak, gegevens worden doorgestuurd. Wat is een warmtecamera? Een warmtebeeldcamera is een camera die kijkt door de rook heen, waardoor je temperatuursverschillen, kleine temperatuursverschillen kunt zien. Dus slachtoffers, vuurhaarden en hoe de ruimte in elkaar zit. Netwerk van KPN kunnen de mensen in de kazerne nu precies zien waar wij zijn via de GPS, via Google Maps. En ze kunnen precies zien wat we aan het doen zijn, want de camera boven de brandweerwagen draait en de camera hier op mijn helm. Hey Oscar, 4G gaat jullie werk dus een stuk veiliger maken eigenlijk. Ja, klopt. Ja, we kunnen nou door het livestreamen van die beelden, kan het commando zeg maar meekijken en kunnen ze al besluiten van nou jongens, dit kan nog wel eens uit de klauwen lopen. Laten we maar vast gaan opschalen. Sluit je nou aan, adem maar diep in. Nee. Ik voel het goed geloven. Nienke en Lars, jullie gaan nu hier naar binnen toe. Gaan op zoek naar de vuurhaard. Ik kijk van buitenaf mee met jullie hoe jullie verrichtingen binnen zijn. En waar nodig kan ik jullie bijsturen. Oké? Okay. De enige camera's die nu mee naar binnen gaan, dat zijn dus deze twee camera's. Dus ik hoop dat jullie een beetje kunnen zien wat we gaan doen. Ja. Ik vertrouw op jou en ik vertrouw op jou. Dankjewel. Succes. Ik blijf je vasthouden. Ja, onderaan op zover ik het kan inschatten. Zit hij aan de rechter achterzijde. En ik zie dan op de helmcamera van jou ook dat jij bij de vuurhaard aanbeland bent. Is dat correct? Ja, we zijn nu bij de vuurhaard aangekomen. Zit ik verder van de achteren? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Ja? Ja, ik kom terug. Oké. Nienke, Oscar hier. Hoe is de situatie bij jou? De brand is onder controle. Er is niet heel veel gevaar, maar het is hier wel fucking warm. Welkom bij de brandweer. Dankjewel, Oscar. Dat was een goede les. Zo, wat een hitte daar binnen. Dat is echt niet normaal. Ik was echt super blij met mijn pak, maar ik was ook echt super blij dat jij buiten stond om mij te sturen. En ja, je hebt me echt laten zien hoe belangrijk 4G is voor de brandweer. Zeker. En ik doe straks dit pak weer uit, maar ja, Umberto, best geklede man van Nederland. Heb je al een zo'n maatpak in je collectie gehad?